kijkt. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Jantine van Vrolijk Haakmeisje. En het is vandaag maandag de 15e. Ja, maandag 15 juli. En het is de eerste dag van de zomervakantie van onze kinderen. Dus vanmorgen hoefde er voor het eerst geen wekker op de maandag. En konden we lekker rustig gaan opstarten, wat echt super lekker was. Ik had eigenlijk vorige week wel een filmpje op willen nemen toen ze nog op school waren. Zo lekker even op zo'n rustige ochtend. Maar daar kwam het helemaal niet van, want ik kreeg vorige week een fikse borstontsteking. Ik geef borstvoeding aan onze baby van inmiddels alweer 1 maand, Lotte. En ik kreeg zomaar spontaan een borstontsteking. Het kwam echt heel snel opzetten. Binnen een paar uurtjes was ik echt heel erg ziek. En dat bleef ik ook. Ik heb het al 2 weken geleden ook gehad. Toen was het ook met een paar uurtjes wel weer over. Maar ik bleef er echt goed ziek van. Uiteindelijk kwam ik bij de huisarts terecht en heb ik een antibiotica kuur gekregen. Die is nu bijna... Die is nu op 5 dagen zit ik nu. Ja, dus tot en met woensdag heb ik die kuur nog. En dan is dat afgelopen. Ik ben inmiddels niet meer ziek ervan. Ik heb geen pijn meer. De harde plek is weg. Ik voel me gewoon weer oké. Alleen door die antibiotica kuur ben ik nu wel weer een beetje wiebelig af en toe. Maar goed, het is vakantie. Ik hoef verder niks. En nu lukt het dus wel om een filmpje op te nemen. Want Lotte ligt lekker te slapen hiernaast. Ik zit nu in de veranda en onze slaapkamer die grenst hier aan vast. En daar ligt zij lekker te slapen. Jelte die zei net, ik ga een middagdutje doen. Die ging naar boven, die ligt ook even lekker te slapen. En Ninte die rommelt zelf lekker wat aan. Misschien loopt ze nog wel eens een keertje langs zometeen. Helemaal prima. Ik ga in ieder geval even lekker een filmpje opnemen. Zoals ik al zei, zit ik in de veranda. Die zit helemaal open, die is nu open. Dus het kan zijn dat je wel eens wat hoort. Nu komt er ook wat aan, een grote auto of iets komt langs. Nou, ik hoop dat dat niet al te veel stoort, maar ik vond het echt veel te lekker weer om nu binnen in een warme woonkamer te gaan zitten. Niet dat het hier heel cool is hoor, het is hier net zo goed warm, maar hier voel je even lekker een briesje van lekkere buitenlucht. Dus, ik dacht nou misschien zal ik mezelf eens even een keertje kort voorstellen, dat doe ik eigenlijk bijna nooit. Maar ik zag dat er echt heel veel nieuwe abonnees bij zijn gekomen, ook veel nieuwe kijkers. Dus nou, hartstikke leuk dat je er bent, welkom. Ik ben dus Jantine, ik ben 29 jaar, getrouwd met Niels. En we hebben 3 kindjes, Ninte van 7, Jelte van 4 en Lotte, nou wat ik net zei, die is inmiddels 1 maand. We wonen in een dorpje vlakbij Gorinchem. In het dagelijks leven sta ik voor de klas, maar ik ben inmiddels met verlof ook net 1 maand, want ze kwam veel te vroeg. En eind november ga ik weer, mag ik weer voor de klas. Dus nu even een poosje niet. En daarnaast haak en brei ik heel graag en maak ik daar filmpjes van. En dat doe ik alweer heel wat jaartjes. Dus heel leuk als je me hier al langer volgt, maar ook superleuk als je me hier net bent gaan volgen. Ik begin altijd met wat ik aan heb en dat is een hele lange jurk met allemaal leuke kleurtjes. Van zo'n lekker dun stofje, het is wel een beetje een zweetstofje, maar het is een jurk met bandjes. Dus daar heb je niet zo heel veel last van. Ik draag hem ook eigenlijk zonder vestje, maar dat is wel een beetje heel bloot. En ik dacht voor dit filmpje is het wel leuk om dit vestje erbij aan te doen. Dit vestje heb ik zelf gebreid naar eigen inzicht met verloopgaren. Dus vandaar dat het zo verschillende kleurtjes heeft. Want ik wilde dus een korte mouwvestje voor over zulke jurkjes. Nou, het is een overslagvestje. Hij heeft een strikje op de rug. Die heb ik gepunnikt. Met zo'n punnikmoletje heb ik dat gedaan. En omdat ik een I-cord bind-off heb gebruikt, loopt dat soort heel grappig door. Of je dat ziet, vanuit die I-cord bind-off loopt dat zo door in een gepunnikt strikkoordje. Volgens mij kun je dat ook prima breien, zo'n koord. Ja, dat is natuurlijk best wel veel werk. Aan zo'n punnikmolen doe je het draadje erin en je draait aan het moletje. En in no time heb je een heel lang koord. Dus, nou, een lekker zomerse outfit en...
deze oorbelletjes. Die heb ik al heel lang. Ik weet ook eigenlijk niet meer precies waarvan. Dan ga ik laten zien wat ik af heb. En ik heb eigenlijk niks af. Maar ik heb wel iets, een dekentje, een babydekentje, die ik volgens mij nooit heb laten zien. Ja, wel, volgens mij heb ik hem toen gefilmd dat hij in de wieg zat. Ja, ik heb hem wel een keer als afproduct laten zien. Maar toen lag hij in de wieg, was het iets lastiger te zien. Nu ligt er een ander dekentje in de wieg. Een dekentje wat al wat ouder is volgens mij. En gebruik ik dit dekentje in de Maxi Cozy als we de deur uitgaan. Of in de, hoe noem je dat, zo'n voedingskussen in een U-vorm. Daar leg ik Lotte ook wel eens in op de bank. En dan doe ik er ook even dit dekentje overheen. Deze heb ik in de vakantie gemaakt toen wij naar Spanje gingen in de meivakantie. Toen had ik die 5 kleuren bolletjes bij me. Dus dat is zeg maar paars, oranje, lila, fuchsia en geel. Ja, die 5. Die had ik meegenomen en heb ik gewoon lekker granny's van gezitten haken zonder af te hechten. Dus gewoon lekker in één kleur. En daarna heb ik ze aan elkaar gehaakt tot dit dekentje met een randje eromheen. Hij is echt klein, maar hij is dus echt perfect voor in de maxi cozy. Dan past hij mooi, dan heb je nog zo'n stuk aan de onderkant over. Dat kun je dan zo net onder de beentjes vouwen. Aan de zijkant ook allebei zo'n stuk. Kun je zo lekker om de schoudertjes, om het lijfje heen ertussen stoppen. Dan heb je geen overtollige stukken deken. Dus dat is echt ideaal. Ik heb volgens mij in een filmpje een keer uitgelegd hoe ik dit aan elkaar heb gehaakt. Maar ik weet het gewoon niet meer. Ik kreeg er ook al een vraag over op Insta. Van hoe ik dat heb gedaan. Ik weet het niet meer precies. Ik heb er in een filmpje volgens mij een keer over verteld. En anders als je zoekt op Join As You Go. Want dat is het. Dus het is een join die je begint bijvoorbeeld hier. Dan ga je hierheen. En dan ga je langs de oranje gelijk terug. Haak je dit aan elkaar. Dan ga je hier naar beneden. Langs de oranje lapje. En dan ga je terug en dan haak je die paarse er meteen aan vast. Dus een join as you go. Als je daarop googelt, dan krijg je ook allerlei leuke manieren. Ik heb dit dekentje niet geblokt. Dat zie je dus wel een beetje aan de randen. Dan loopt hij iets naar binnen. Maar ja, weet je, als die op haar ligt, zie je eigenlijk alleen dit. Dus prima. Nou, altijd leuk om even iets te haken of te breien zonder echt een patroon. Gewoon een beetje op gevoel. Ik heb dit gehaakt met hele leuke kleurtjes van Langyarns. Ik weet even niet meer. Ik heb net gekeken. Ik dacht, dan pak ik even de bolletjes erbij, de restjes. Maar er zitten geen wikkels meer bij. Ik heb dat allemaal al weggegooid volgens mij. Maar ik kan even in de show notes zal ik erbij zetten met welk garen ik dit gehaakt heb. Een heel mooi garen van Langyarns. Heel lekker zacht. En die heb ik van hun gekregen. Ja, toch een soort afprojectje. Dan ben ik ook met een paar leuke projectjes bezig. Ik ben bezig met dit macramé garen. Dat kreeg ik van een moeder bij school, die had dat over of niet meer nodig. En die zei, nou volgens mij kan jij er wel wat mee. Nou, zeker weten. En daar ben ik deze mand mee aan het haken. De bodem heb ik al af. Die heb ik met een dunnere variant van dit garen gehaakt. Ze had 2 bollen gegeven. En ik kwam er later pas achter dat de een dunner was dan de andere. Daar heb ik de bodem mee gehaakt. En ik ben nu met het dikkere garen de rand aan het haken. Dat valt nog vrij behoorlijk tegen. Je denkt, nou dik garen, dat gaat lekker snel. Maar zoals je ziet, ik steek net iets anders in. Dus niet in het lusje. Even kijken of dat kan laten zien. Normaal steek je zeg maar in het bovenste lusje in. Zo, die 2. Maar ik steek echt in het midden van het V'tje in. Dus daar pak je eigenlijk nog een lusje extra mee. Maar die opening is zo klein dat je echt bij elke steek behoorlijk kracht moet zetten met je haaknaald. Om hem er doorheen te krijgen. Dus het is echt een beetje een workout om hier aan te werken. 1 toer, daar doe ik ook gerust 10 minuten over.
voor die rond is. Maar goed, maakt niet uit. Deze gaat, ik maak deze bol gewoon op. En dan kijk ik wel even hoe hoog die is geworden. Als ik hem dan nog niet hoog genoeg vind, dan heb ik volgens mij nog wel wat, hoe heet dat spul? Hooked spaghetti. In een lichtroze kleur kan ik er ook altijd nog een randje mee ophaken. Dus dat is wel echt een leuk mandje. Hij is lekker stevig ook. En die komt ook op de babykamer van Lotte. Haar kamertje is nu echt helemaal klaar. We hebben nog wat haakjes opgehangen en een spiegeltje. En ik had haar naam gepunnikt, ook met die punnikmolen. Die hangt nu heel leuk boven de ledikantje. Dus ik denk dat ik een volgende keer een filmpje maak. Binnenkort eens een keer over de babykamer. Dan laat ik even alles zien wat daar gehaakt en gebreid is. Het is nu ook gewoon mooi. Het gordijntje hangt inmiddels. Een worretje zit erin. Dat moest allemaal nog. Maar ja, Lotte kwam zo snel dat dat ja, nog niet gebeurd was. Officieel ben ik ook pas zondag de 21ste uitgerekend. En het is nu maandag de 15e. Ze was dus gisteren op 14 juli alweer 1 maand oud. Dus ja, zo kan het lopen. Niet verwacht zo snel. En ze kwam dus 5 weken te vroeg. Ruim 5 weken. En ze doet het echt super goed. Tot nu toe echt geen tegenslag of terugval. Echt ja, heel bijzonder eigenlijk wel dat ze het zo goed doet. Ja, dat is gewoon heel fijn. Deze leuke mand. Ga ik mee verder. Dan ben ik nog met een ander project bezig. Die heb ik hierin gestopt. Deze tas heb ik op vakantie in Spanje gekocht. Met het idee van, dan heb ik een tas, een grote tas, waar een lekker groot breiproject in kan. Nou, er zit ook een groot breiproject in. De tas is nu nog wel een beetje leeg. Ik moet de andere bollen er nog bij stoppen. Want ik brei deze, ik ben aan het breien met de Drops Air. In deze kleur. En ik heb hier dus nog 4 bollen van. Dus ik heb nog 5 hele bollen. En 1 bol is nu bijna op. Maar die andere bollen die stop ik dus nog een keertje erbij in de tas. En het haakboek, of het breiboek moet ik zeggen, zit er ook bij in. Dat is dit boek. Ik ben uit dit boek aan het breien. Knit This van Kuto Vakika. Een hele mooie trui. De Maybe Forever sweater ben ik aan het breien. En dan dus in dat mooie roze wat ik net liet zien. Dit is een trui in de brioche steek. En daardoor krijg je die grove ribbels. Ik zal het even laten zien. Kijk, dit heb ik nog over van de eerste bol. Yes. Even een beetje stoeien, want er zit, ik heb de mouwen al apart gezet. En dan heb je zoveel uiteindjes. Zo, nu zit hij recht. Dit is het laatste stukje van de eerste bol. En het valt me echt mee hoeveel je daarmee kan breien. Dit heb ik nu. Kijk hoe lekker. Oh, hij is zo kneedbaar, zo zacht. En dat veert dan weer terug. Echt super lekker. Het boord had ik gebreid met een restje wat ik nog had van Drops Air in deze kleur. Ik heb hier namelijk ook de ankersjaal mee gebreid. Zo'n driehoekpuntsjaal, patroon van Mirjam Molenbeek. Daar heb ik deze wol ook voor gebruikt. Ook in andere kleurtjes nog. En met dat restje heb ik de halsboord gebreid. En toen met een nieuwe bol ben ik de raglan gestart. Ja, die is dus al helemaal af, de raglan. En de mouwen staan al apart. En ik heb nog een paar toeren van het lijf gebreid. Kijk, dit stukje. En dat kan dus nog een paar toeren en dan is de bol op. Ik heb er voor de veiligheid maar even naaldstoppers op gezet, want met dit soort steken wil ik echt geen steken verliezen, want ik denk niet dat ik het dan nog goed krijg. Vooral als dat dan vlakbij zo'n raglan gebeurt. Nou, dat zou ik echt, daar zou ik wel in paniek raken. Maar je ziet dus dat het bij brioche steek steken heel groot worden. Eigenlijk doe je steeds 2 toeren en dan wordt er 1 toer zichtbaar. De ene toer brei je alle rechte steken en de andere toer brei je alle averechte steken.
de steken die je dan niet breidt, dus je laat elke, eigenlijk één steek breien en één steek sla je over, die schuif je op je naald op en dan doe je een omslag bij. En daardoor wordt die steek zo lekker, ja, een beetje ruim, een beetje grof. Ja, dat vind ik echt heel leuk. Hij oogt wat klein nu, of tenminste de hals oogt wat hoog. Dat had ik ook bij de Stay Up Till Dawn sweater die ik uit het boek heb gebreid. Maar ik ga dit echt nog heel erg blokken, zodat hij wat ruimer wordt. Ik brei hem in de kleinste maat. Ik heb zelf maat M, maar ik brei hem in XSS. Ja. Want ik hou niet van mega oversized en dat is deze anders wel behoorlijk. Zij wordt iets meer aansluitend, maar nog steeds iets oversized. Ja, dus nu lekker verder met het lijf. Hoef ik me niet meer druk te maken om die raglan. Want er zaten wel 8 steekmarkeerders in die steeds omgeschoven moesten worden. En dat hoeft dan niet meer. Gewoon lekker in het rond breien. En ja, meters maken, want het moet nog wel een stukje. Als je nu hier bent, wil ik hem ongeveer tot hier. Dus daar gaan dan denk ik wel 2 bollen in op. En dan heb ik nog voor elke mouw 1,5 bol. Dus dat moet vast helemaal goed komen. En ik heb alle tijd. Ik ben lekker op tijd begonnen. Volgens mij ben ik ergens begin juni hiermee van start gegaan. En ergens oktober dan wil ik hem wel aan. Gaat vast lukken. In de leuke tas uit Spanje. Dat is dat project. En ik ben nog een heel leuk projectje gestart. Dat zit in deze Sun Jellies. Met een hele leuke pin van Zonatas die ik ooit eens bij haar bestelde. Een meisje met allemaal bolletjes wol op haar hoofd. En hier zitten allerlei leuke... Ik zal het projectje heel even aan de kant doen. Zo. Hierin zitten allerlei leuke kleurtjes sokkenwol die ik voor dit projectje bij elkaar heb gezocht. En ik ben begonnen met 2 granny squares te haken, maar dan niet vierkant, dus niet een granny square met 4 hoeken, maar met 6. En dat is een beetje lastig uit te leggen nu, maar dit is dus 1 granny square. Dat mouwtje is dus, dat zit er soort bij in. Ja, kijk, zo kun je het midden van de granny square zien. Dus je begint met 6 groepjes van 3 stokjes. En dan doe je in elke hoek 2 groepjes van 3 stokjes. En zo werk je de granny square steeds verder rond. Dus je hebt een 6 hoek die best wel bobbelt. Nou, dat komt. Op een gegeven moment kun je hem dan dubbel vouwen en dan krijg je deze vorm. En als je die dan op de schouder, of ja, op de arm dichtzet. En je haakt ze allebei aan 1 kantje aan elkaar vast. Dan heb je dus opeens een vestje. Je kunt dit ook heel goed in het groot doen. Dat kun je bijvoorbeeld bij... Paddy van Paddy Polkadot of bij Martine van Martine de Recht. Die hebben onlangs allebei volgens mij zulke vesten gemaakt. Kun je ook zien hoe je dat voor jezelf kan maken. Maar ik had dit al ergens langs zien komen ooit op Instagram. Had ik het opgeslagen voor een babyvestje. Dat leek me dus zo leuk. Nou, de basis is inmiddels klaar. Ik heb ook al boordjes gebreid aan de uiteinde van mijn mouwen. Kijk hoe schattig. Zo leuk dat het dan zo taps toeloopt. Ik heb een boordje gehaakt langs de voorkant en dan zo langs de hals. En weer naar beneden. En ik ben nu een boordje aan de onderkant aan het breien. 2 recht, 2 averecht. Maar dat doe ik dan met combination knitting. Dus dan zijn alle steken zijn gedraaid. Waardoor die 2 steken recht dus heel keurig netjes zo naast elkaar staan. En niet, dat is bij mij vaak het geval. Als ik rechte steken gewoon recht brei, dan
worden ze wijd. Dan gaan ze een beetje slordig uit elkaar staan. Bij de mouwen heb ik dat broodje, wel, heb ik de rechte steken wel gewoon recht gedaan. Dan heb ik alleen de averechte steken zo gedraaid. Kijk, zo ziet dat er dan uit aan de andere kant. Maar dan vind ik het aan de buitenkant wel mooier om ze gewoon recht te doen. Maar dat lukte bij de onderkant niet helemaal. Nou ja, zo komt het goed. Ik heb alleen niet zo heel veel vol meer. Dit heb ik nog. Nou, ik denk dat dat helemaal opgaat in het boordje aan de onderkant. En dan hoop ik dat ik precies een leuke, ja, deze hoogte hoop ik een beetje heb. Ja, gaat het wel zien. Nou, dat projectje ben ik volgens mij vandaag een week geleden, morgen pas een week geleden gestart. En heb niet eens alleen maar aan dit gewerkt, ook aan andere dingen. Dus het kan lekker snel gaan en dat is wel echt ideaal met zo'n baby, als je iets voor een baby maakt. Gaat het gewoon lekker snel. Schattig. En helemaal van sokkenwol. Dus lekker warm. Maar door die gaatjes ook gewoon prima lekker ademend. Ik ben ook aan het bedenken dat ik misschien nog zo'n vestje ga maken. Gewoon in één kleur. Dat scheelt een heleboel draadjes afhechten. Ja, komt even trekkerloos. Dat hou je toch als je in een boerendorpje woont. Maar ik wil er ook nog eentje helemaal in één kleur haken. Dat lijkt me ook heel erg leuk. Gewoon helemaal wit of zo. Ook heel schattig. Of lichtroze. Heel leuk. Nou, die dus. Die gaat ook vandaag of morgen wel afkomen. Net als die mand. Dus dan zijn er weer twee projectjes klaar. Dan heb ik alleen nog maar dat grote breiwerk op staan van die trui. Dus dan is er altijd wel ruimte voor een paar sokken bijvoorbeeld. Of een leuk mutsje voor Lotte of iets dergelijks. Nou, over sokken gesproken ga ik gelijk even door naar wat heb ik gekregen. Ik heb namelijk een heel leuk patroon-cadeau gekregen van Mirjam, van Mirjam Molenbeek. Die heeft net een nieuw sokkenpatroon uitgebracht. De Curioser and Curioser Socks. Als ik eraan denk, ik hoop dat ik het niet vergeten, zet ik even een fotootje hier aan de zijkant. Misschien heb je het langs zien komen op haar Instagram of YouTube. Het zijn een beetje rood-roze, donkerrode. Ik kon niet zo heel goed zien of het nou rood of donkerroze was. Volgens mij zei ze in een filmpje dat het eigenlijk donkerroze was. Maar sokken met een soort gaatjespatroon. Dat is haar nieuwe patroon. En die kreeg ik cadeau. Superleuk. En die wil ik heel graag gaan breien. Ik denk in het roze wolletje wat ik kocht toen we op vakantie waren in Spanje. Als een leuke herinnering aan, maar ja, aan Spanje. Aan mijn zwangerschap. Aan Lotte die er nu is. Dat een beetje. Dus dat staat een beetje op de planning. Ik ben bezig met het patroon van de babyset. Dus het mutsje, sokjes en het kleine knuffeltje. Die worden op dit moment getest, waar ik echt heel blij mee ben. Er komen al leuke reacties van de testers. En dat hoop ik binnenkort uit te brengen. Dus dat zal niet zo heel lang meer duren. In ieder geval deze zomer nog. Er was al zoveel vraag naar, dus nou, even geduld nog. En misschien dat ik daar ook nog iets van ga breien. Het mutsje, dat is echt heel fijn. Dat zit perfect. Hij is ietsje aan de grote kant toch voor Lotte. Maar ze is natuurlijk prematuur. Dus haar hoofdje is echt nog heel klein. Dus ik zit eraan te denken om nog zo'n mutsje voor haar te breien. En dat wil ik misschien doen met dit garen. Deze prachtige sokset. En het leuke is, deze sokset heb ik gewonnen bij het koperdraadje bij Lia. Lia had ooit een winkel in Alblasserdam. En zo'n, ja, ik moet het goed zeggen, toen wij trouwden, dat is nou, alweer 9 jaar geleden. Toen ben ik in Alblasserdam gaan wonen. En in de tijd dat ik zwanger was van Nint, dus dat is nu zo'n 8 jaar geleden, ben ik begonnen met handwerken, met haken en breien. En toen ben ik dus voor het eerst ook in de winkel van Lia geweest, bij het koperdraadje. Op een gegeven moment ook met baby en nou, daar kwam ik gewoon af en toe eens even om wat leuks te shoppen.
Ik heb Lia ook nog laatst op de beurs gezien in Houten. De handwerkbeurs was dat volgens mij. En nu had ze een hele leuke winactie, want ze had een bepaald aantal volgers op haar Insta. Ik weet even niet meer hoeveel. En ik had meegedaan aan die giveaway. En toen kwam er laatst een filmpje online waar ik in getagd was. Ik dacht, hé, dat is grappig. Ik ga eens even kijken. En dat was een filmpje waarin zij loodjes ging trekken. Dus ze had allemaal briefjes waar die namen op stonden, die ermee hadden gedaan. En daar ging ze loodjes uit trekken. En toen trok ze mij. Nou, dat vond ik echt heel leuk. En dit is de set die ik heb gewonnen. Hij heet Voorjaar. Nou, het zijn echt hele mooie voorjaarskleurtjes. Heel zacht, pastel. Beetje lila, beetje perzik. Aan deze kant zit nog iets rozigs. En een beetje een crème in de basis. En deze zat er als mini bij. Iets warmer roze. Met een toefje paars. Of hoe noem je dat? Een beetje, ja, een beetje donker erin. Ook een beetje perzik. Nou, past er perfect bij. Heel mooi. Echt, Lia zei in dat filmpje al. Nou, volgens mij zit wel wat voor jou. Nou, kijk maar. Dat past ook wel helemaal hierbij. Echt heel schattig. En misschien dat ik in deze combinatie nog wel mutsje en wellicht ook nog sokjes en een knuffeltje kan zomaar voor Lotte gaan maken. Dat vind ik toch wel heel schattig. Heel leuk. Nou, superleuk dat ik dat won. Echt, er zat ook een hele mooie kaart bij die ik ook echt helemaal bij vond passen bij deze kleurtjes. Kaart van ja, Esther Benink. Een hele leuke... Maakt hele mooie illustraties. Nou, dankjewel Lia. Heel blij mee. En hier gaat zeker iets moois van komen binnenkort. Heel leuk. Dat is een beetje waar ik mee bezig ben. En dit zijn een beetje de plannen voor deze zomer. Geen hele grootse plannen. Want ja, met zo'n babytje weet je het nooit. Soms denk je, ze slaapt. Ik kan lekker een uurtje wat doen. En dan is ze toch wakker. Maar over het algemeen is ze een hele makkelijke baby. Ze huilt echt bijna nooit. Alleen als ze honger heeft. Of een darmkrampje. Dat komt ook nog wel eens voor. Daar wil ik nog één laatste ding laten zien. Ik kreeg namelijk een heel mooi kraamcadeau van mijn collega's. En één collega, eigenlijk is het geen collega, maar is ze invaller. Ze valt nu voor mij in en ik ken haar al heel lang, want haar vader woont hier in het dorp. Haar zus is mijn buurvrouw. Ze naait al heel lang en dan kwam ik ze wel eens tegen. Als ik met mijn moeder, dus als, echt als klein meisje, naar de stoffenwinkel ging. Ze heet Anke en ze maakt hele mooie geboortedozen. Ze is namelijk gestopt in het onderwijs, omdat ze een heel leuk bedrijf heeft overgenomen. Dat heet Echt Uniek. En dat bedrijf dat maakt ja, prachtige geboortedozen. Maar ze valt nog steeds wel eens in. En toen ik van de winter aan het werk was op school, viel ze in voor een collega. En heb ik haar verteld dat ik zwanger was. Toen zei ik ook, nou wie weet kun je wel voor mij invallen. Als ik met verlof ga vlak voor de zomervakantie. En dat doet ze nu dus ook. En zij kwam samen met mijn duo collega op kraambezoek. En brachten dit... namens de collega's mee samen nog een ander cadeau. Een hele mooie houten doos met handvaten en een klapdeksel. En ik heb het geboortekaartje van Lotte er even ingestopt. Want die heeft ze namelijk op de voorkant geprint. En dat is dus wat je bij haar kunt bestellen. Een doos met het geboortekaartje erop afgedrukt. Nou, dat is natuurlijk echt een fantastisch mooi kraamcadeau. Een heel mooi aandenken aan de geboorte. Nou, in deze doos kunnen kindjes bijvoorbeeld wat knuffeltjes bewaren. Maar het lijkt me ook een hele mooie doos om daar wat van die eerste herinneringen in te stoppen. Zoals het geboortekaartje, maar ook... ook gaan op z'n kop. Lotte heeft bijvoorbeeld, heb ik uit het ziekenhuis meegenomen, die metertjes waar ze mee, die plakketjes waarmee ze verbonden was aan de monitor toen die eraf gingen. Een eerste plukje haar als je dat eraf knipt. Wat van dat soort dingetjes is ook heel leuk om erin te stoppen. Nou, die krijgt echt een prachtig wegvliegen. Die krijgt een prachtig plekje
ook op de babykamer. Echt uniek heet het bedrijf en nou ja, de doos is ook echt heel uniek. Het geboortekaartje trouwens hebben wij laten drukken bij Studio One. Die kun je zelf bewerken in een online tool. Dit was eigenlijk een kaartje voor een jongen, maar ik heb de kleuren aangepast zodat het echt een meisjeskaart werd. De naam heb ik aangepast, ik heb er nog een extra bloemetje bij gedaan volgens mij. Hier lag dus een kindje met een donkerblauw pakje volgens mij, of donkergroen. En heb ik voor een beetje paars gekozen. Ook die kleur weer in de naam terug laten komen. Ja. Heel blij mee, echt heel leuk. Dat blijft ook altijd leuk om te doen hoor, zo'n geboortekaartje ontwerpen. Nou, stop ik er weer in. Zet die veilig. Ik heb alles, volgens mij alles verteld. Het is ook maar goed ook, want ik krijg het erg warm hier op het bankje. Nou, ontzettend leuk dat je gekeken hebt. Ik denk zomaar dat ik van de zomer zeker nog wel een keer een filmpje maak, want wij gaan niet op vakantie. Ik was namelijk over een week uitgerekend en we hadden bedacht van nou ja, dan zit er in de zomervakantie een kraamweek en een hele hoop kraamvisite en ja, dat, maar dat valt dus mee. En dat is ook wel weer fijn, want als Niels straks vakantie heeft, kunnen we lekker dagjes uit en dat soort dingen doen. Maar ik heb dus ook zeker wel tijd om een keer een filmpje te maken. En dat ga ik waarschijnlijk ook wel doen. Want dat vind ik altijd gezellig. Even denken. Ik doe er straks nog een kort filmpje achteraan van Lotte. Dat ze onder dit dekentje ligt als een gezellige afsluiter van dit filmpje. Bedankt als je tot hier gekeken hebt. Superleuk als je een reactie achterlaat. Vind ik altijd leuk om te zien en te lezen. Als je nog geen abonnee bent, abonneer je dan zeker. Dan krijg je gelijk een melding als er een nieuw filmpje online komt. En ken je anderen die dit ook zeker moeten zien? Het is altijd leuk als je een filmpje doorstuurt of een ander tipt. Nou, tot zover dan. Ik hoop je de volgende keer weer te zien. Doei doei!